Nou, hartelijk welkom allemaal bij deze Target to Be update over de COVID-studie. Ik ben Filip Estimov, neuroloog in een Amsterdam UMC en ik zal ook de inleiding doen. Wat is Target to Be? Nou, dat is een samenwerking, een consortium van verschillende dokters en onderzoekers uit verschillende academische centra, San Quirin en het RIVM. En dat is een samenwerking wat eigenlijk al 4 jaar geleden is begonnen om waarin we kijken naar het afweer bij mensen met auto-immuune aandoeningen. Nou, waar praten we over? Auto-immuune aandoeningen, dat zijn zeer veel verschillende ziekten waarin eigenlijk het probleem centraal staat dat het afweer iets te scherp is afgesteld. En hierdoor worden organen of weefsels aangevallen. En dan krijg je, een beetje afhankelijk van waar dat gebeurt, krijg je daar ook bepaalde klachten van. Nou, de meeste bekende zijn wellicht de reumatoïde artritis, als er bijvoorbeeld een gewricht aangedaan zijn. De ziekte van Crohn, hier ook aangegeven, waarbij je dan ook problemen met je darmen hebt. Of misschien multiple sclerose, waarbij de hersenen aangetast kunnen worden. Wat verder deze ziekten kenmerkt is, als het ernstig genoeg is, die ziekte, dan zullen de meeste dokters ook beslissen om afweer onderdrukkende middelen te starten. Ofwel ook wel immunosuppressie vaak genoemd. Nou, het zijn er heel veel verschillende middelen die dan wel alleen of in combinatie worden gegeven. Met allemaal als doel om het afweer een klein beetje te remmen, zodat in ieder geval die auto-immuunreactie niet meer plaatsvindt. Een nadeel van sommigen, niet allemaal, is dat ook het afweer wat je gewoon wel nodig hebt in het dagelijks leven, bijvoorbeeld tegen infecties zoals COVID, maar ook het vormen van een immuunrespons na een vaccinatie ook geremd wordt. Maar in welke mate dat geremd wordt, dat weten we niet voor elk medicament. En ja, dat kan soms natuurlijk best belangrijk zijn. En dat was ook zeker een zeer belangrijke vraag wat wij ook hadden. In het najaar van 2020 was er nogal een jubelstemming dat er zeer effectieve vaccins leken aan te komen. Maar die waren onderzocht bij gezonde mensen. Dus mensen die geen auto-immuunziekte en met name dus ook geen afweeronderdrukkende medicatie gebruiken. Nou, wij, maar ook vooral ook de patiënten, hadden veel vragen over van zijn deze effectief, maar ook, en vrij specifiek dus ook voor onze categorie, was van of deze vaccinaties dus ook kunnen leiden tot toename van ziekteactiviteit van de onderliggende ziekte. Nou, effectiviteit kan je in allerlei manieren meten. Daar zullen we denk ik in de loop van de webinar op terugkomen. Maar je moet denken bijvoorbeeld aan meten van antistoffen. Of aan bepaalde type afweercellen en de functie daarvan. Maar je kan ook kijken gewoon van worden mensen ziek en hoe ziek worden ze. Nou, daar zullen we allemaal op terugkomen in de volgende presentaties. En hier ziet u ook het programma van vandaag. Allereerst zal Koos van Dam de aftrap doen. Die zal kort uitleg geven over de opzet van de gehele studie. Maurice Steenhuis, promovendus in San Quirin, die zal verder uitleggen wat we dan meten en wat dan die antistoffen daadwerkelijk betekenen bij COVID. Dan wederom het woord weer terug bij Koos, die zal de resultaten van de antistoffen bespreken. En voor de pauze zal Zoe van Kempen, neuroloog in AUMC, vertellen over de andere type cellen, dus van het immuunsysteem. Na een korte pauze gaan we verder met Laura Kummer, een promovenda, die zal vertellen over de bijwerkingen die patiënten en gezonden kunnen ervaren na vaccinatie. Dus directe bijwerkingen praten we dan over. Terwijl Jesse Roosen, die een fantastische stage bij ons heeft gelopen als student, zal vertellen over de ziekteactiviteit na vaccinatie. Gebeurt het inderdaad dat de ziekte actief wordt na vaccinatie? Als laatste, Eileen Stalman, ook onderzoeker bij ons, zal vertellen over hoe vaak mensen na vaccinatie een corona-infectie doormaken en hoe ziek ze worden. En dat specifiek over de Delta-golven van 2021. Nou, als laatste zal ik afsluiten en ik wil iedereen vragen, als er vragen zijn, om deze in de Q&A-sessie te plaatsen. We zullen niet
direct alle vragen beantwoorden. We proberen ze in ieder geval te bundelen. En zo ook, althans wel direct in de Q&A, maar wel schriftelijk dus. Maar niet tijdens de presentatie, dus ook ruimte geven voor vragen. Maar daarnaast zal ook nog de hele sessie worden opgenomen. Mocht u wat gemist hebben of nog een keer wil bekijken, kunt u het in ieder geval wel over een paar weken weer terugzien op deze site. Nou, dat gezegd hebbende wens ik u een hele prettige middag. En ik hoop dat u inderdaad ook dat we goed kunnen bijpraten van wat wij in de laatste anderhalf jaar hebben gedaan. Alvast dank voor jullie aandacht. Dan neem ik bij deze het stokje over. Mijn naam is Koos van Dam. Ik ben artsonderzoeker en ik zal kort de opzet van de Target B COVID-studie uiteenzetten. Nou, zoals Filip al een beetje vertelde, het hoofddoel van onze studie was de immuniteit tegen SARS-CoV-2 na infectie en vaccinatie in kaart brengen op verschillende manieren. En we hebben een aantal nevendoelen binnen de studie, dus de veiligheid en bijwerkingen van het vaccin in kaart brengen, maar ook kijken naar de invloed van vaccinatie en infectie op ziekteactiviteit van de auto-immuunaandoening. En hiervoor hebben wij binnen de studie specifieke groepen gemaakt op basis van afweeronderdrukkende medicijnen, omdat dus het idee is dat de medicijnen bepalend zijn voor eventueel verminderde afweer en niet de onderliggende auto-immuunziekte. En zo komen we ook op veel verschillende soorten auto-immuunaandoeningen die in de studie zitten. Te denken aan neurologische aandoeningen, reumatologisch, inflammatoire darmziekten en dermatologische aandoeningen. Grof gezegd zijn er binnen de studie twee groepen op te maken. Dus we hebben patiënten met afweeronderdrukkende medicijnen. Dat is de groep waar we geïnteresseerd in zijn. En daartegenover hebben we een groep met zogenaamde controles om vergelijkingen mee te kunnen trekken. Binnen de patiënten met afweeronderdrukkende medicijnen hebben we dan onderscheid tussen mensen die één afweeronderdrukkend medicijn hebben of mensen die twee of meer medicijnen hebben. Waarbij één medicijn goed de gelegenheid biedt om de werking van dat medicijn op de afweer te kunnen bestuderen. Omdat je maar één medicijn hebt, weet je goed waar je naar kijkt. Maar vaak wordt in de praktijk toch met twee of meer afweeronderdrukkende medicijnen ook wel behandeld. Dus daar wil je ook een beeld van hebben. Daarnaast binnen de controles hebben we dan patiënten zonder afweeronderdrukkend medicijn en mensen zonder auto-immuunaandoeningen, die ik hier gezond noem. Die hebben wij samengevoegd tot één groep die niet de medicijnen heeft om de vergelijking mee te kunnen maken. Nou, voor de studie verzamelen we eigenlijk twee soorten data. We hebben schriftelijke data en we verzamelen lichaamsmateriaal. En bij schriftelijke data kan je denken aan het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen, het voorkomen en de ernst van SARS-CoV-2-infecties, mate van ziekteactiviteit in verloop van de tijd en bijwerkingen van vaccins. En lichaamsmaterialen, meest voor zich sprekend bloed. Daarin kunnen we onder andere kijken naar antistoffen en de immuuncellen. Maar we verzamelen ook neus-keel uitstrijken bij mensen die corona hebben om het virus te kunnen vangen. En neusslijmvlies om lokale afweerreactie te kunnen bestuderen. Nou, we zijn begonnen met de hele studie begin 2021. En we zaten in het hart van de pandemie, dus we deden de studie grotendeels op afstand. Hoe minder wij de deelnemers zelf hoefden te zien, des te beter om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En dus hebben we een mooi logistiek hoofdkantoor gezocht. Dat ziet u hier op de foto's. Groot, ruim kantoor met voldoende ruimte voor onze bezigheden, dachten wij. Maar al snel komen de eerste ladingen met vingerprikken en postspullen binnen. En voordat je het weet, is de ruimte meer een magazijn dan een kantoor geworden. En als wij van het onderzoeksteam 's avonds in bed lagen en onze ogen dicht deden, was dit ongeveer wat we droomden. Nou, gelukkig hebben we voor al dat logistieke werk wat bij zo'n studie op afstand komt kijken een geweldig studententeam die ons daarin ondersteunt. Die gespecialiseerd zijn geraakt in
het communiceren met deelnemers, post maken, fingerpricksets maken. Waarbij stapels die je hier rechts ziet eigenlijk een dagelijkse praktijk waren. En de fingerpricksets, die zijn de meeste deelnemers inmiddels ook wel bekend, was een manier om mensen zelf thuis bloed te kunnen laten afnemen. Dus dat scheelde weer naar het ziekenhuis komen. Maar daar zit ook nodige werk bij. Dus zoals je links kan zien, alle buisjes werden door ons handmatig gestickerd en gekoppeld aan een patiënt en een tijdpunt. En weer terug in de envelop gestopt op naar verzending. Nou, post, dat hebben wij niet alleen maar in enveloppen gezien. Volle inbox heeft voor ons ook weer een nieuwe dimensie gekregen. Naast studie op afstand hebben we ook zelf mensen gevaccineerd voor de studie. Dus dat was toch fijn om af en toe ook wel contact echt fysiek met de deelnemers te kunnen hebben. En zo wat meer gevoel te hebben bij wie er nou allemaal meedoen aan onze studie. Dus dat was een erg leuke ervaring. We zijn heel voortvarend begonnen met vaccineren met AstraZeneca. Maar na 2 dagen mocht daar weer een streep doorheen. Toen bleek dat vooral bij jonge mensen dit toch zeldzame bijwerkingen kan hebben. We hebben op verschillende locaties gezeten. Dus we mochten beginnen in de prikstraat van het AMC. Waar we mooi mee konden liften op de bestaande infrastructuur. Maar deze hield ermee op en wij gingen nog wat langer door. Dus toen zijn we daarna naar de vrijzaal gegaan, wat u hier rechts ziet. En uiteindelijk nog op een oude leegstaande verpleegafdeling in het AMC beland. Met mooi uitzicht, dat wel. Nou, overleg met de studie elke week, dat vond digitaal plaats, zoals u zich misschien kunt voorstellen. Maar dat maakte de sfeer er niet slechter om. En bij deze wil ik nog grote dank uitspreken naar alle leden van ons studententeam, 24 maar liefst, die ons hebben geholpen en zonder wie alles wat we vandaag bespreken zeker niet mogelijk was geweest. Dank u wel. Daarbij wil ik dan het woord overdragen aan Maurice Steenhuis, die meer in zal gaan op antistoffen. Dankjewel, Koos, voor de introductie en ook goedemiddag van mijn kant nog. Ik vind het ontzettend leuk dat ik wat meer mag vertellen over het SARS-CoV-2 onderzoek wat Sanquin de afgelopen 2 jaar heeft uitgevoerd. En dan wel specifiek binnen het Target2B consortium. Sanquin heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar het SARS-CoV-2 virus en heel veel projecten opgezet. En waarschijnlijk heeft u ook vaak al in het nieuws nieuwsitems voorbij zien komen over Sanquin gerelateerd over SARS-CoV-2. Nou, wat ik graag in deze presentatie zou willen doen is iets meer vertellen over hoe wij de antistoftesten hebben opgezet, wat antistoffen zijn en wanneer je ze in het bloed kan meten. Een virus moet je zich eigenlijk voorstellen dat het een vetbolletje is waar eiwitten uitsteken en waar DNA in zit. En dat is wat u hier schematisch ziet weergegeven. Dit is het SARS-CoV-2 virus. Hier in rond ziet u de vetbolletjes zitten In de zwarte ring hier is het DNA, waar de roze eiwitten omheen zitten. En uit de vetbolletje steken eigenlijk eiwitten uit. Nou, voor het SARS-CoV-2 virus zijn 2 eiwitten heel erg belangrijk. Dat is het zogenaamde spike eiwit, wat paars hier uitsteekt. En het zogenaamde nucleair capsid eiwit, wat hier om het DNA zit. Deze 2 eiwitten zijn voor het virus ontzettend belangrijk, omdat met deze 2 eiwitten kunnen ze mensen infecteren en ook overleven in een mens. En voor het immuunsysteem is het belangrijk, omdat het immuunsysteem antistoffen aanmaakt die gericht zijn tegen deze eiwitten, om vervolgens het virus onschadelijk te maken. Nou, wanneer ontstaan nu deze antistoffen? Wat u hier ziet op de horizontale as is dag 0 van een begin in infectie en vervolgens de vervolgdagen. Een mens krijgt het virus binnen en je begint met een hele hoge aantal virusdeeltjes in je lichaam. Er ontstaan symptomen en in de loop van de tijd nemen de symptomen af en nemen ook het aantal virusdeeltjes af. En de reden daarvoor is dat het immuunsysteem op een gegeven moment op gang komt. En het immuunsysteem bestaat uit een aantal fases die achter elkaar worden geactiveerd. En later in de webinar gaat Sylvie van Kempen daar wat meer over vertellen. En een van die latere fases is dat de antistoffen worden ontstaan. En de antistoffen zitten hier schematisch weergegeven. Dit is de manier hoe wij het altijd weergeven als wetenschappers. En u ziet dat op een gegeven moment, ongeveer bij dag 5, beginnen deze antistoffen op te komen in het bloed.
En de infectie die gaat weg omdat de antistoffen het virus onschadelijk maken. Nou, wat u daarbij ook ziet is dat de antistoffen veel langer in het bloed aanwezig zijn. Dus dat betekent dat je ook na een infectie voor langere tijd beschermd bent tegen herinfectie. Maar na verloop van tijd zakken de antistoffen ook weer af. En dat is ook een van de redenen dat we weer dus een boosterprik moeten hebben om die antistoffen weer omhoog te krikken en dat je weer beschermd bent. Nou, wat doet een antistof nu precies? En dan wil ik een voorbeeld geven over het SARS-CoV-2 virus. Dus stel je hebt een virus en je komt ermee in aanraking. Dat virus daalt af naar de longen en komt in aanraking met longcellen. Die heb ik hier schematisch weergegeven. En op de longcellen zitten, daar zitten ook eiwitten op. En die eiwitten die op die longcellen zitten, die gebruikt het virus om die longcel binnen te komen. En als die eenmaal binnen is, dan kan die zich vermenigvuldigen. En dan ben je geïnfecteerd en word je ook ziek. Nou, wat een antistof nu doet, is een antistof die gaat eigenlijk tussen dat virus en de longcel zitten. En die voorkomt dat het virus aan die longcel kan binden. En op die manier kan hij de cellen niet infecteren en word je dus ook niet ziek. En op die manier ben je dus door middel van zo'n antistof beschermd tegen een virus. Dat zit u hier weer gegeven. Nou, wij meten binnen zo'n queen de antistoffen met behulp van een vingerprik. En dat hebben we ook binnen het Targeted Bee Consortium gedaan. Dit is bijvoorbeeld een vingerprikset die oranje is, die zo'n queen ontwikkeld heeft. En binnen het Targeted Bee Consortium zijn witte enveloppen gebruikt. Die komen allemaal hier aan op zo'n queen in enorme postzakken. Er zijn weken geweest dat we tot 10.000 vingerprikken per week hebben binnengekregen, omdat we ook nog meer studies doen naast de Targeted Bee studie. En die worden op zo'n queen allemaal gesorteerd per studie. En dan wat u hier links ziet is het buisje wel bekend en met de hoeveelheid bloed die wij gebruiken om de antistoffen in te meten. Nou, wat u hier rechts ziet is een analist die op het laboratorium bij ons een COVID-test uitvoert. Dus die meet hoeveel antistoffen er in het serum zitten. Je ziet hier allerlei kleurtjes ontstaan hier in het plastic plaatje. En dat is in feite de test die wordt uitgevoerd om te meten hoeveel antistoffen er zijn. En die test die wil ik nu wat meer gaan uitleggen. Dus nog even ter herinnering, de antistoffen die we meten nu in de test zijn antistoffen die dus remming voorkomen van het virus. En dat doen die antistoffen door te binden hier aan het spike-eiwit. Nou, nu kunt u zich voorstellen dat om dat eigenlijk te simuleren op het lab, zou je dus eigenlijk deze situatie, de binding van het antistof aan het spike-eiwit, willen simuleren. Dus wat wij gedaan hebben, is wij hebben het spike-eiwit hebben wij gezuiverd, zodat we die in grote aantallen hebben. Dat kunnen we gaan opkweken op het lab. Dat bind je aan een plastic plaatje. Vervolgens doe je daar overheen het bloed wat uit de vingerprik komt. Als daar dan antistoffen in zitten tegen het spike-eiwit, dan binden die antistoffen aan het plastic plaatje. En vervolgens doen we daar een detectie-antistof overheen, waar een kleurstof aan zit. En met behulp van die kleurstof kunnen we dan iets zeggen over de hoeveelheid antistoffen. Nou, dit is dan bijvoorbeeld een plaatje die we uit zo'n test krijgen. Dit is een zogenaamde 96 welsplaat, want er zitten 96 kleine welletjes in deze plastic plaat. En u ziet een heel palet aan blauwe kleurtjes. En de intensiteit van de kleur zegt dus hier iets over de hoeveelheid antistoffen. Dus bijvoorbeeld links zijn mensen met heel weinig antistoffen. Daar is de kleur heel lichtblauw. En rechts zijn mensen die hebben een veel intensere kleur. Die hebben ook veel meer antistoffen. Nou, die kleurintensiteit kunnen wij op het lab uitlezen met een apparaat. En daar dan ook een getal aan hangen. En dat getal die we daar aan hangen is bijvoorbeeld, hier noem ik een voorbeeld, bijvoorbeeld 80 AU per ml. En dat zijn 80 units per milliliter aan antistof. En dit getal wordt ook wel de antistoftitel genoemd. En de hoogte van dat getal zegt dan ook weer wat over hoeveel antistoffen je in je bloed hebt. En dus ook de mate van bescherming. En Koos zal in de volgende presentatie daar wat meer over vertellen. En een vergelijking maken tussen bijvoorbeeld een gezonde controlegroep en een controlegroep bestaande uit patiënten, waar daar dan verschillen tussen zijn. Nou, tot slot wil ik nog twee opmerkingen maken. Ik krijg heel vaak de vraag hoe wij nou een onderscheid kunnen maken tussen een vaccinatierespons en het hebben van een natuurlijke infectie. Immers, in beide gevallen produceert het lichaam antistoffen.
Dus hoe kunnen we daar nou een onderscheid in maken? Nou, dat onderscheid is eigenlijk vrij simpel, omdat als je een natuurlijke infectie hebt gehad, dan word je geïnfecteerd met het gehele virus. Dan maak je niet alleen antistoffen aan tegen het spike-eiwit, maar dan maak je ook antistoffen aan bijvoorbeeld tegen het nucleocapsid-eiwit. En wij hebben dus ook testen ontwikkeld om specifiek antistoffen tegen het nucleocapsid-eiwit te detecteren. Terwijl als je met een vaccin wordt, als je wordt gevaccineerd met het SARS-CoV-2-virus, dan krijg je alleen antistoffen tegen het spike-eiwit. Dus dan door naar die verschillen te kijken, kunnen wij zeggen van, is iemand nou gevaccineerd of heeft iemand een natuurlijke infectie gehad? Dan wil ik nog iets zeggen over de varianten, die natuurlijk ook in de media veelvuldig voorkomen. Oorspronkelijk zijn we begonnen met de originele stam die in China ontstaan is, de Wuhan-stam. Vervolgens hebben we de Alpha-variant gekregen, die oorspronkelijk in Engeland ontstaan is. En daarna hebben we de Delta-variant gekregen, die is inmiddels ook al weg. En nu hebben we de Omicron-variant. Nou, en waar al die varianten nu in verschillen, is in het aantal mutaties wat in het spike-eiwit zitten. Dus al die virussen die binden net op een andere manier aan die longcellen. En daarom kan het dus ook zijn dat als je met de Delta-variant een keer geïnfecteerd bent, dat je dan niet beschermd bent tegen een Omicron-variant, omdat die toch net wat anders bindt aan die longcellen. Nou, wij kunnen inmiddels op het lab, hebben wij al deze varianten gezuiverd. En die kunnen we net als de test die ik hiervoor liet zien, allemaal binden op een plastic plaatje en dus ook specifiek naar de antistoffen kijken die tegen één specifieke variant zijn ontwikkeld. Dat ik zo een duidelijk overzicht heb gegeven over hoe wij antistoffen meten. In dit project zijn ontzettend veel mensen betrokken, ook heel veel mensen vanuit San Quirin. En ik wil een aantal mensen daarvoor bedanken. Dat is Theo Rispens die het onderzoek leidt en Sophie, Olvi, Jim en Arend die alle testen op het lab hebben uitgevoerd en alle vingerprikken hebben behandeld. En daarmee geef ik graag het woord weer over naar Koos die u meer zal vertellen over de titers die we gemeten hebben en wat die titers nu precies inhouden. Ja, bedankt Maurice. Ik zal inderdaad de resultaten van de antistoffen na vaccinatie gaan delen. Daarvoor hebben wij vooraf een aantal uitkomsten vastgesteld. Dus we wilden kijken naar de aanwezigheid van antistoffen op 28 dagen na standaard vaccinatie. Dus dat houdt in 2 RNA-vaccinaties of 2 AstraZeneca-vaccinaties of 1 Janssen-vaccinatie. En de aanwezigheid van antistoffen 28 dagen na een derde vaccinatie. Daarnaast hebben we dan ook naar de hoogte van antistoffen op deze momenten gekeken. En nog goed om te benadrukken dat het hierbij dus allemaal gaat om antistoffen tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Wat het eiwit is waar vaccinatie antistofproductie toe aanzet. Voor deze resultaten hadden we op het moment toen we dat gingen analyseren ruim 3200 deelnemers in de studie. Daarvan hebben we er 2675 kunnen meenemen in de analyse voor die antistoffen. En van die 2675 hadden er 470 corona doorgemaakt voordat ze gevaccineerd werden. En 1869 hadden nog geen corona doorgemaakt. En van die 1869 hebben we dan weer bij 201 mensen naar derde vaccinatieresultaten kunnen kijken. Nou, in het kort, hoe ziet die groep waar ik de resultaten van ga vertellen ongeveer uit? Dus als we het hebben over patiënten met afweeronderdrukkende medicijnen en geen eerdere SARS-CoV-2-infectie, dat waren er 1376, dan is de leeftijd daarvan gemiddeld 50 jaar. 62% is vrouw. En de meeste mensen hebben een RNA-vaccin gehad, waarbij de ruime meerderheid met bijna 60% het Pfizer-vaccin heeft gehad. Verder zijn de meest voorkomende auto-immuunziektes zijn rheumatoïde artritis met 15%, SLE met 10%, de ziekte van Crohn met 16% en multiple sclerose met 13%. En hierbij dan de eerste grafiek die ik zal uitleggen.
Op de x-as, dus onderaan, zie je verschillende afkortingen van medicijnen staan. En elke balk is een percentage van aanwezigheid van antistoffen van een bepaalde medicijngroep. Dus op de y-as is het percentage weergegeven, onderaan van 0 tot bovenaan 100. En helemaal links zien we dan de roze balk controle staan. Dus dat betekent dat na complete standaardvaccinatie 97% van de controle groep mensen antistoffen tegen het spike eiwit had. Als we dan één stap naar rechts gaan, dan zien we daar ACD20 onderaan staan. Dat staat, is een afkorting voor anti-CD20 therapie, dus rituximab en ook gelizumab. En daarin zie je een fors lager percentage van mensen met antistoffen, namelijk 30,5%. Als we dan verder naar rechts gaan, dan zien we CS, dat staat voor prednison. Nou, 94% lijkt best redelijk. Verder naar rechts staat DUP voor dupilumab. Nog een keer naar rechts hebben we IVSCIG, dat staat voor immunoglobuline. Via het infuus gegeven of in de huid gegeven. Dan verder naar rechts, MTX staat voor methotrexaat. PA staat voor purine-antagonisten, zoals azathioprine of thioguanine. TNF is ook een relatief bekend medicijn, dat staat voor TNF-alpha-blokker. En dan kan je denken aan infliximab, adalimumab, certolizumab. En UST staat voor ustekinumab. En dus goed om te benadrukken dat de resultaten van al deze medicijnen gaat om mensen die echt alleen maar dit medicijn hebben. Dus mensen met één afweeronderdrukkend medicijn. Dus dat geeft een goed beeld van het effect van dat medicijn op de afweer. En valt dus op dat anti-CD20 therapie dus eigenlijk best wel verlaagd percentage mensen met antistoffen is. Maar de rest is eigenlijk vergelijkbaar met controles. Nou, zo hebben we naar nog veel meer groepen gekeken. Deze grafiek is nog wat uitgebreider. Aan de linkerkant van de tweede verticale stippellijn zien we allemaal monotherapieën staan. Dus mensen met één medicijn. En dan zie je ook één afkorting onderaan de x-as staan. En de rechterhelft van de grafiek, daar zien we combinatietherapieën. Dus mensen met meerdere middelen, twee of meer. Dan zie je bijvoorbeeld anti-CD20 therapie met iets anders of MMF met prednison. En als we dit weer eventjes gaan doorlopen helemaal van links naar rechts, dan hebben we weer dezelfde controlegroep links staan met 97% mensen met antistoffen. Dan hebben we rechts daarvan met 34,7% S1P modulatoren. Dat is een MS medicijn, ook wel bekend als fingolimod of siponimod. Daarbij zien we dat hij ook forse verlaging percentage mensen met antistoffen geeft. Verder naar rechts, MMF staat voor mycophenolaat mofetil, ook wel bekend als Celcept. Met 82% ook wel wat verlaging van antistoffen. En verder naar rechts binnen de monotherapieën zien we eigenlijk weer dat die percentages weer meer op de controlegroep lijken. Dus we hebben JAK, dat staat voor JAK-remmers. VET staat voor vedolizumab. NTZ staat voor natalizumab. HCQ staat voor hydroxychloroquine. En CAL staat voor calcineurine-remmers. Dat zijn de middelen tacrolimus en cyclosporine. Dan zijn we op de helft van deze grafiek. En dan komen we weer bij een lage balk aan van 40,4. Dat is anti-CD20 therapie, dus rituximab of ook gelizumab samen met iets anders. En daarbij zien we eigenlijk naar verwachting ook dat dat een lager percentage mensen met antistoffen geeft. Verder naar rechts is wel opvallend. Daar hebben we de MMF, dus ook bekend als Celcept, samen met prednison. En daarbij zien we dat die mensen met 60% het eigenlijk dus nog slechter doen dan mensen met alleen MMF, die we eerder derde van links zagen, met 82%. Dan verder naar rechts komen we bij MTX-PA plus CS. Dit staat voor methotrexaat met azathioprine of thioguanine en prednison. 86%. Nog verder naar rechts weer methotrexaat en azathioprine of thioguanine met TNF, 93%. MTX en PA met iets anders of prednison met iets anders. Allemaal relatief vergelijkbaar met controles. Tot slot hebben we helemaal rechts nog een groep anderen. Die konden we niet in een van de eerdere categorieën categoriseren. En die staan nu daar. Nou, dit was dus allemaal na
compleet standaard vaccinatie. We hebben ook resultaten van na de derde vaccinatie. Dit is in een wat andere vorm weergegeven. Dus we hebben hier links bovenin hebben we drie balkjes in het geel. En als je dan helemaal naar onder kijkt, zie je T1, T2, T3. Dit staat voor tijdspunt 1, 2 en 3. Daarbij is tijdspunt 1 is het aantal mensen met antistoffen na eerste vaccinatie. T2 is na tweede en T3 is na derde. En dan zie je, zoals je zou verwachten, voor anti-CD20, dus rituximab en ocrelizumab, dat eigenlijk bij elke vaccinatie die je geeft, het aantal mensen met antistoffen ietsje toeneemt. Weliswaar zie je hier alleen wel dat na derde vaccinatie die toename niet meer zo groot is, vergeleken met tweede vaccinatie na eerste vaccinatie. We hebben dit ook voor andere medicijnen gekeken, dus weer de SNP-modulatoren, dus fingolimod en siponimod in MS. Daar zien we een vergelijkbaar beeld als bij de anti-CD20-therapie. En verder naar rechts hebben we weer de MMF, bekend als Celcept, waarbij je ook weer het mooie trappetje ziet. Maar opvallend is hierbij dat het verschil tussen aantal mensen met antistoffen na tweede vaccinatie en derde vaccinatie wel een stuk groter is. En dat kunnen we hier ook statistisch significant noemen bij de MMF-groep, terwijl dat bij de andere groepen verschil tussen tweede en derde vaccinatie niet statistisch significant is. Als we dan kijken naar methotrexaat in het geel, azathioprine of thioguanine in het blauw en TNF in het roze, dan zien we daar dat die mensen na tweede vaccinatie eigenlijk al bijna allemaal of allemaal antistoffen hadden en dat dat dus ook na derde vaccinatie niet verder toeneemt. Helemaal rechts in het grijs had ik nog niet genoemd, maar is de controlegroep waarbij je voor deze analyse nog de percentages in de controlegroep na eerste en tweede vaccinatie ziet. Nou, dan de laatste grafiek die ik met jullie wil delen, die is ietsje complexer, dus daar neem ik ook even wat meer tijd voor om bij stil te staan. We hebben hier op de x-as elke keer T1 en T2 staan, dat staat voor weer voor na eerste en tweede vaccinatie. En op de y-as hebben we nu de hoogte van de antistoffen. Dus wat Maries ook uitlegde, dat noemen we de titer. Je ziet een soort roze druppelvormige figuren. Dat zijn figuren die de verspreiding van de data aangeven. Je ziet achter die figuren zie je allemaal puntjes. En elk puntje is een meting van bloed en antistoffen. En die valt dan uit op een bepaalde hoogte en is op die manier in de grafiek gezet. Het zwarte balkje wat in de rode figuren staat, dat is de mediaan. Dat is een soort van gemiddelde van de groep. En je ziet ook een doorgetrokken lijn ter hoogte van getal 4 lopen. Dit is de grens voor wel of geen antistoffen. Dus mensen die een waarde hebben boven de 4, die hebben wel antistoffen. Mensen een waarde onder de 4, die hebben geen antistoffen. Als we nu kijken naar de linker twee rode figuren, dat zijn controlegroepen die geen corona hebben gehad voor hun vaccinatie. Wat we dan zien is dat ze na hun eerste vaccinatie een antistofgetal van 24 hebben, die staat eronder. En na tweede vaccinatie een antistofgetal van 166. Dus ze hebben, een groot deel heeft al antistoffen na eerste vaccinatie. En je ziet dat de hoogte van die antistoffen vooral heel erg stijgt na de tweede vaccinatie. Als we dan nu een stap naar rechts maken, naar de twee andere rode figuren. Dat zijn controles die voor hun vaccinatie corona hebben gehad. En dan zie je dat ze na de eerste vaccinatie al meteen heel hoog in de antistoffen zitten. Hoger dan controles die geen corona hebben gehad na een tweede vaccinatie. En dat dat na tweede vaccinatie nog wel wat toeneemt. Maar eigenlijk nagenoeg gelijk blijft. Als we dan kijken naar medicijnen, mensen met medicijnen die een slechte invloed hebben op antistofproductie. Dus die heb ik net genoemd. Dat waren de rituximab en ocrelizumab. Maar ook fingolimod en siponimod. En ook MMF, bekend als Celcept. Allemaal, als we die op één hoop gooien, dan krijg je hier de blauwe figuren. Daarbij zien we dat na een eerste vaccinatie toch weinig mensen nog antistoffen maken. En dat dit bij een tweede vaccinatie wel toeneemt, maar dat dit alsnog erg laag is in getal. En als we dan kijken bij mensen met die medicijnen die wel corona hebben gehad,
dan zien we dat dat mechanisme weer terugkomt. Dus dat ze na een eerste vaccinatie ook weer relatief hoger zitten dan mensen met die medicijnen die geen corona hebben gehad. En na een tweede vaccinatie dat dit ook nog wel toeneemt. Als we vervolgens kijken naar andere afweeronderdrukkende medicijnen dan diegenen die het duidelijk slecht doen, dan zien we weer hetzelfde patroon als bij de controles die geen corona hebben gehad. Dus na een eerste vaccinatie veel mensen al wel antistoffen, maar nog niet zo hoog. En na een tweede vaccinatie een stuk hoger. Als we dan kijken weer naar de mensen met andere afweeronderdrukkende medicijnen en corona, dan zien we dat ook na eerste vaccinatie die antistoffen alweer snel omhoog schieten. En dan na een tweede vaccinatie ietsje hoger worden, maar niet zo heel veel relatief meer toenemen. Wat we met deze data eigenlijk laten zien, is dat het ook bij mensen met afweeronderdrukkende medicijnen, de antistoffen eigenlijk goed in het geheugen zitten. Dus de mensen die corona hebben gehad, daarvan heeft het lichaam onthouden hoe die antistoffen eruit moeten zien. En zodra je iemand dan weer blootstelling geeft aan in dit geval het vaccin, maar dat zou ook een infectie kunnen zijn, zie je dat die antistoffen weer snel stijgen. Dan wil ik ook daarom kort wat uitleggen over het antistofbeloop. Want een veelgehoorde vraag vanuit onze deelnemers is van mijn antistoffen zijn niet meer zo hoog. Ben ik dan wel beschermd? En dat is een hele logische vraag, maar dat is ook lastig te beantwoorden. In principe weten we dat als de antistoffen een keer hoog zijn geweest, op basis van de data die ik net liet zien, dat ze ook weer snel hoog kunnen worden. En dat ook bij mensen met afweeronderdrukkende medicatie dat zo is. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Als we hier, bijvoorbeeld heb ik nog een grafiek, en dan zie je wat er met antistoffen gebeurt in de eerste maanden na infectie of vaccinatie. Dus op de x-as staat het verloop in de tijd en op de y-as het niveau van antistoffen. Bij een eerste infectie, dus de eerste pijl, dan heb je nog geen antistoffen en dan gaat je lichaam die antistoffen opbouwen. Je wordt ziek, je wordt weer beter. En in die periode daarna heb je dan hoge antistoffen. Stel dat je dan op dat moment weer een tweede infectie met SARS-CoV-2 zou krijgen, dan word je daar niet zo ziek van of je merkt dat niet. Want je hebt nog veel antistoffen en die worden weer ietsje hoger, maar die blijven ongeveer gelijk. Maar interessanter is, als je bijvoorbeeld over een langere periode kijkt, dat is de tweede grafiek hieronder. Dan heb je hetzelfde mechanisme, dus eerst gaan de antistoffen stijgen. Vervolgens gaan de antistoffen in langere tijd weer dalen, zolang het lichaam geen blootstelling krijgt aan vaccinatie of een nieuwe infectie. Maar op het moment dat jouw lichaam dan weer dat spike-eiwit tegenkomt, in de vorm van een infectie of een vaccinatie, schieten die antistoffen weer snel omhoog en voorkomen die doorgaans dat je ernstig ziek wordt. En dat mechanisme van weer snel de antistoffen omhoog laten schieten, dat lijkt toch bij de meeste mensen met afweeronderdrukkende medicijnen ook nog intact. Nou, de resultaten die ik net heb besproken, die zijn op dit moment geaccepteerd voor publicatie in de Lancet Rheumatology en die kunnen elk moment ook gepubliceerd worden. Dus als u daar interesse voor heeft, dan verwacht ik dat dat ergens in de komende week online te vinden zal zijn. En we hebben met deze voorlopige resultaten destijds in september ook het nieuws gehaald. Dus concluderend, anti-CD20-therapie, dus rituximab en ocrelizumab, SNP-modulatoren zoals fingolimod en siponimod en MMF, Celcept, met name prednison, dus corticosteroïden, zorgen voor een verlaagd aantal mensen met antistoffen. En we zien wel veel in mensen met afweeronderdrukkende medicijnen dat de antistoffen toch ietsje lager zijn dan in de controlegroep, zoals u net ook in de figuur kon zien. Maar de betekenis hiervan is helaas nog niet helemaal duidelijk. Een derde vaccinatie geeft wel toename van aantal mensen met antistoffen in MMF, dus Celcept, maar eigenlijk niet tot nauwelijks in de andere medicijngroepen. Hierbij wil ik dan het woord doorgeven aan dokter Van Kempen, die meer toelichting zal geven over de verschillende soorten immuuncellen. Dank u wel. Zo, dankjewel Koos voor deze introductie. Dokter Van Kempen, maar mensen noemen me ook gewoon Zoe. Even zo kijken. Alles goed staat? Ja.
Helemaal goed. Dus in aansluiting op Koos' verhaal wil ik graag vertellen dat antistoffen niet het enige zijn. Ik wil graag met u spreken over immuuncellen en ook dat afweer meer is dan alleen antistoffen. Maar ook even een korte introductie en even wat inleiding. We zitten er nu ruim 2 jaar in COVID. En we hebben ons heel veel vragen gesteld. En dat is denk ik ook de bedoeling als dokters, dat we heel veel vragen stellen. En als onderzoekers is het ook de bedoeling dat we die vragen beantwoorden. Hè? En dat we hypothesen stellen en dat we dat gaan toetsen met elkaar. En dat we groepen vormen om dat te onderzoeken. Dus dat hebben we geprobeerd. En als je nou terugkijkt over die tijd, dan zie je ook eigenlijk dat COVID, hè, iedereen heeft zich daar zo mee bezig gehouden, heeft een enorme boost gegeven ook aan de wetenschap. Er zijn qua alleen medische artikelen die echt gepubliceerd zijn ook, zijn er 240.000 medische artikelen gepubliceerd over COVID, die je zo heel snel kan vinden. Dat zijn er meer dan 300 per dag. Dus er zijn enorm veel vragen gesteld, er is heel veel antwoord gegeven. En ik denk dat het heel mooi is dat mensen heel veel hebben samengewerkt om dus daar diep in te gaan. En ik vind het dan leuk om te zien, ik denk dat helemaal in het begin van de pandemie was bijvoorbeeld een hele belangrijke vraag van hoe gedraagt het zich. En vooral dus bij onze patiëntengroepen van mensen met een auto-immuunziekte die bijvoorbeeld afweeronderdrukkende medicatie gebruiken, zijn die wel veilig? Dat was een hele belangrijke vraag. Maar nu is dat natuurlijk allemaal helemaal veranderd. En ik denk als we ons nu afvragen van wat is nou de belangrijkste vraag, dan gaat het over bescherming. En dan gaat het over immuniteit. Hè? Wanneer is iemand immuun? En ik denk ook voor wat voor een termijn. Hè? Hoe kunnen we iemand nou echt beschermen? En uiteindelijk als we dat dan helemaal weten, dan hopelijk zou er geen COVID meer zijn. Als we iedereen optimaal voor lange termijn zouden kunnen beschermen. Dus voor mij is de belangrijkste vraag wanneer of hoe krijgen we iemand echt helemaal immuun tegen COVID-19 en hoe zorgen we dat dan zo blijft? En dat is nog best een hele moeilijke vraag. En ik wil eventjes met u teruggaan naar de basis en dat is het afweersysteem of ons eigen immuunsysteem. En dat is niet een orgaan wat je eruit kan snijden of wat je vast kan houden, maar ik noem het wel even een orgaan. Want het is een heel bijzonder orgaan, wat eigenlijk bestaat uit heel veel verschillende soorten cellen, heel veel verschillende soorten stoffen, die allemaal ook samenwerken en invloed hebben op elkaar. Dus het is niet zomaar iets wat je snel eventjes kan meten. En het immuunsysteem werkt op een hele bijzondere manier, want dat weet eigenlijk vrij goed van wat nou wel en niet binnen ons lichaam thuis hoort. Dus dat is best wel heel bijzonder. Heel vaak wordt het immuunsysteem dat opgedeeld in 2 verschillende groepen. En dat is het aangeboren immuunsysteem en het verworven immuunsysteem. En dat noemen we ook wel het adaptieve immuunsysteem. Dat aangeboren immuunsysteem, dat is eigenlijk onze first line of defense. Dus dat betekent dat dat heel snel is. Het is een soort van heel grof geschut en het is ook niet zo heel specifiek. Maar dat kan wel als het ware knallen als er iets binnenkomt en heel snel een ontsteking geven. Dat is heel mooi. Onderdeel bijvoorbeeld van het aangeboren immuunsysteem zijn de NK-cellen. Dat noem je ook de natural killer cellen. En dat noem ik even om aan te tonen dat dat aangeboren immuunsysteem echt meteen eigenlijk klaar staat. Het verworven immuunsysteem, het adaptieve immuunsysteem, dat is een stuk specifieker. Dat is wat minder snel ook, maar dat kan heel gericht, kan dat eigenlijk een bepaalde bacterie of een virus kan dat aanvallen. Wat het bijzondere hier ook aan is, aan het verworven immuunsysteem, is dat het een immuungeheugen geeft. Dus dat betekent dat het als het ware een virus of een bacterie, dat zich kan herinneren en dat volgende keer als hetzelfde virus weer binnenkomt, dat dan als het ware meteen klaar staat. En dat is dus wel heel belangrijk. En als we het dus hebben over bescherming tegen COVID, dan moeten we het ook eigenlijk van dat verworven immuunsysteem hebben. Nou, dat verworven immuunsysteem. Simpel gezegd bestaat dat uit 3 soorten cellen die hier heel gezellig zijn weergegeven. En die eerste cel, dat is dan een T-cel. We noemen dat een CD8 T-cel. Ik noem dat een soort van ninja, want zo ziet dat er hier een beetje uit. En deze immuuncel, die is heel goed in het herkennen van geïnfecteerde andere cellen. Die kan die cellen dan heel snel uitschakelen. Dus een hele gevaarlijke cel, heel belangrijk voor ons immuunsysteem. Het verworven immuunsysteem.
De tweede is een CD4 en dat is een hele vriendelijke cel, een helpercel. Die kan heel veel verschillende stoffen aanmaken, heel verschillende cellen aansturen om eigenlijk te zorgen dat die hele, we noemen dat een immuuncascade, dat dat goed op gang kan komen en zorgt ervoor dat iedereen goed wordt aangestuurd. De laatste cel is dan een B-cel. Een B-cel kan zich uitrijpen om antistoffen te maken. Dus u heeft net al van zowel Koos als Maurice, heeft u het een en ander gehoord over die antistoffen. En die worden dus gemaakt door uitgerijpte B-cellen. Als we dan met SARS-CoV-2, dus dat is het virus wat COVID veroorzaakt, als we daarmee in aanraking komen, dan hebben we dus dat aangeboren immuunsysteem, maar we hebben ook het verworven immuunsysteem. En die zijn beide heel belangrijk voor de klaring van dat virus, dus dat virus te boven komen. Nou, dat verworven immuunsysteem, dat adaptieve immuunsysteem, is dus belangrijk in de infectie zelf. Maar als die infectie klaar is, dan hebben we dus het immuungeheugen hebben wij over. En voor dat immuungeheugen, dat is dus belangrijk in de bescherming. En dat immuungeheugen is ook wat we aanspreken als men gevaccineerd wordt. Dus wat gebeurt er als we worden gevaccineerd? Dan maakt ons lichaam, dat maakt een klein deeltje van het SARS-CoV-2 virus. Dat is een heel klein deeltje wat op zichzelf helemaal geen kwaad kan. En dat wordt herkend door ons immuunsysteem. Daar maken wij immuungeheugen tegen. En de volgende keer dus als dat COVID-virus, als we daarmee in aanraking komen, dan weet ons immuungeheugen dus meteen, dat hoort hier niet, we gaan hier direct op reageren. En wat Koos dan net liet zien, hè, dat er bijvoorbeeld dan direct weer antistoffen worden gemaakt, dat heeft te maken met dat immuungeheugen. Nou, als we dan wat inzoomen op dat immuungeheugen, dan hebben we dus die antistoffen, dat heeft Maurice uitgelegd. Die antistoffen die kunnen direct op dat virus gaan zitten. Dat wordt dan herkend door andere cellen en dat virus wordt dan weggeruimd. Maar dat is dus niet het enige. Want bijvoorbeeld die CD4, die CD8T-cellen, die kunnen dat virus dan meteen ook herkennen. Die hebben dus receptoren, dat zijn eiwitjes die zitten op die cellen. Die kunnen meteen dat virus herkennen en die raken dan in een soort van opperste staat van paraatheid en zwengelen meteen het immuunsysteem aan. Ook die cellen die kunnen heel snel uitrijpen tot het opnieuw heel snel maken van antistoffen. Dus ook al zijn je antistoffen laag, als je immuungeheugen als dat goed is en het herkent dat meteen, dan kan je dus meteen weer ook snel weer nieuwe antistoffen aanmaken. En dat is dus heel belangrijk in de bescherming voor het virus. Nou, we hebben binnen de Target2B hebben dat natuurlijk uitvoerig hebben we dat bestudeerd. En we zagen net al wat Koos zei, hè, dat sommige groepen met mensen die medicatie gebruiken, dat die bijvoorbeeld minder antistoffen maken. En dan is het goed om ons te beseffen van wat betekent dat, hè, want er is meer dan alleen antistoffen voor dat immuungeheugen. Nou, het werd net al gezegd, er zijn patiënten die zitten op anti-CD20 medicijnen. Dat is bijvoorbeeld inderdaad rituximab of ook ocrelizumab. En dit zijn medicijnen en die zorgen ervoor dat de B-cellen, die kunnen uitrijpen tot cellen die antistoffen maken, die zorgen ervoor eigenlijk dat die cellen bijna helemaal weg zijn of kapot gaan. We zien dus inderdaad ook, en dat zagen we in ons onderzoek, dat de mensen op deze medicijnen, dat die ook minder antistoffen maken. Maar als je verder kijkt naar het immuungeheugen, na dus ofwel doorgemaakte infectie ofwel vaccinatie, dan zie je dat die andere cellen, die T-cellen, die NIA's en die helpers, dat die wel degelijk heel goed geprept zijn. Dus die staan wel klaar als er opnieuw een infectie komt. Dus dat zien we hier ook, dat ondanks dat best een deel van deze patiënten geen goede antistoffen kan maken, of niet heel veel antistoffen kan maken, dat ze uiteindelijk het virus wel nog gewoon kunnen klaren vanwege die T-cellen die wel klaarstaan. Nou, een andere groep die net ook even is benoemd, dat zijn de mensen die vigolimod gebruiken. Dat zijn veelal MS-patiënten inderdaad. Wat vigolimod doet, dat is een anti-B en een anti-T-cel medicijn. Dus deze medicijnen zorgen ervoor dat er zowel minder B-cellen zijn, maar ook minder T-cellen. En als je dan kijkt naar de afweer die mensen hebben opgebouwd of het immuungeheugen na vaccinatie of infectie, dan zie je minder antistoffen, maar ook minder T-cellen. In het begin van de pandemie waren we dus bang dat deze mensen echt at risk zouden zijn voor dat ze het virus niet goed zouden kunnen klaren of geen goede bescherming zouden kunnen opbouwen.
Maar als we gaan kijken, dan zien we in de praktijk, hè, want we bestuderen niet alleen datgene wat er gebeurt in bloed, maar ook wat er gebeurt met de patiënt zelf. Dan zien we eigenlijk dat deze mensen prima dat virus aankunnen. Ze hebben geen ernstiger verloop van COVID-19. Ze worden niet vaker geïnfecteerd. Dus wat wij meten in het bloed is niet helemaal hetzelfde wat er uiteindelijk gebeurt in een patiënt. En dat zou eventueel te maken kunnen hebben met dat deze cellen, die zijn niet kapot, die zitten in de lymfeknopen, die zitten gevangen als het ware. Dus eventueel bij een infectie komen die er dan toch nog uit, maar wij kunnen ze dan niet meten in het bloed als je iemand onderzoekt na vaccinatie. Dus dat is heel interessant, daar doen we nog verder onderzoek naar. Maar even om aan te geven dat als je alleen maar antistoffen meet, dat je niet altijd meteen een antwoord hebt op, ben ik goed beschermd of niet? Nou, dan kom ik toch weer terug op die vraag. Hè? Die vraag waar we mee bezig zijn en die vraag van, ben ik immuun? Wanneer ben ik goed beschermd? Hoe lang ben ik goed beschermd? En dat is gewoon een hele moeilijke vraag. En dat wilde ik even kort met deze paar slides wilde ik dat weergeven. Dat het immuunsysteem is veel meer dan alleen maar antistoffen. Ik klik hier even doorheen. Ja, het zijn ook heel veel verschillende soorten immuuncellen die werken ook allemaal samen. Dus dat is een hele moeilijke vraag van ben je immuun of niet? Hè? En dan is het ook de vraag hoe hoog moet dat allemaal zijn? Hoeveel van die immuuncellen moet je hebben? Maar we weten in ieder geval wel nu dat het niet zo is dat als je weinig antistof hebt dat je bijvoorbeeld het virus niet kan klaren. Hè? Dus er is echt veel meer dan alleen maar dat. Nou, in de tussentijd denk ik wel dat deze vraag is nog steeds niet helemaal goed beantwoord. Er zijn nog heel veel vragen over. We gaan met het hele team, en ik denk wereldwijd ook, gaan we door. Hè? Want die wetenschap die gaat maar door over COVID-19. Eigenlijk totdat we ons doel hebben bereikt. En dat is dat we geen COVID-19 meer hebben. Of dat iedereen optimaal langdurig beschermd is. Dus daar gaan we voor. Dat was wat ik wilde vertellen. Heel veel dank in ieder geval voor het luisteren, ook naar mijn verhaal. We gaan nu een korte pauze al tegemoet. Dat is denk ik op tijd en dat zal 10 minuten duren. En dan zijn we over 10 minuten zijn we bij u terug. Nou, welkom terug allemaal. Mijn naam is Laura Kummer. Ik ben ook een artsonderzoeker van de Target2B-studie en ik ga het vertellen over korte termijn bijwerkingen na vaccinatie. Nou, op het moment dat er een nieuw vaccin gemaakt wordt, zijn er twee vragen heel erg belangrijk. De eerste is, hoe goed werkt het vaccin? Zijn we namelijk daarna beschermd tegen de ziekte waarvoor we vaccineren? En daarnaast, is het vaccin wel veilig? Nou, over de veiligheid zijn meerdere aspecten belangrijk. En één daarvan is, op de korte duur, dus ongeveer een week na vaccinatie, hoeveel klachten krijgen mensen dan van de vaccinatie? Nou, op het moment, dat ziet u in het plaatje, op het moment dat een vaccin wordt ingespoten, dan zal het immuunsysteem activeren. En dat is ook nodig, want we willen dat het immuunsysteem dat vaccin gaat herkennen. Daarnaast zal doordat het immuunsysteem het vaccin herkent, er ook lokaal, dus op de plek van de prikplek, een kleine ontsteking ontstaan. Die kan voor klachten zorgen. Ook kunnen stoffen die bij die ontsteking horen, kunnen in de bloedbaan terechtkomen en kunnen in de rest van het lichaam ook klachten geven, zoals bijvoorbeeld koorts of hoofdpijn of misselijkheid. Nou, dit zijn bijwerkingen die we verwachten na vaccinatie. En de vraag is dan, als we een nieuw vaccin ontwikkelen, hoe erg zullen die bijwerkingen zijn? En zijn die niet te erg? Want op het moment dat er te veel bijwerkingen zijn, dan levert het vaccin eigenlijk ook weer niet voldoende op. Nou, bij COVID-vaccinatie is hier natuurlijk ook naar gekeken. En bijvoorbeeld bij de Pfizer-vaccinatiestudie kwamen ze erachter dat de meeste mensen als bijwerking aangaven dat ze last hadden van vermoeidheid. En dat was bij iets meer dan de helft van de deelnemers. Maar dat deze klachten eigenlijk allemaal mild waren en ook weer snel weggingen. Daarom zijn deze vaccins, ook omdat ze natuurlijk goed werkten, goedgekeurd en konden we deze allemaal gaan gebruiken. Tijdens die, als vaccins goedgekeurd worden in dat proces, daar worden altijd eigenlijk alleen maar gezonde mensen voor gebruikt. En mensen met een auto-immuunziekte bijvoorbeeld, die nemen niet deel aan zo'n studie. Nou, onze vraag was daarom, bij mensen met een auto-immuunziekte zien we dan vergelijkbare bijwerkingen of hebben mensen bijvoorbeeld meer last van bijwerkingen? Nou, daarom hebben wij ook in onze studie gekeken naar welke bijwerkingen treden op bij mensen met een auto-immuunziekte na vaccinatie.
Hoe zit dat als we vaker vaccineren? Worden die bijwerkingen dan meer of erger? En hoe zit het in vergelijking met gezonde controles? Nou, hoe wij dit hebben gedaan is, wij hebben al onze deelnemers en u waarschijnlijk ook een vragenlijst gestuurd. Online kon u die invullen voor 7 dagen lang na elke vaccinatie. En u kreeg dan vragen zoals rechts in beeld. Namelijk, heeft u last gehad van een van deze klachten in de afgelopen 24 uur? En dan kon u per klacht, het waren er meer dan deze twee vermeld, maar bijvoorbeeld voor vermoeidheid of hoofdpijn kon u aangeven, ik heb hier helemaal geen last van gehad, een beetje of heel erg. Ook hebben wij gekeken naar ernstigere bijwerkingen en bijwerkingen waarvoor bijvoorbeeld ziekenhuisopname nodig was. Nou, voor dit onderzoek hebben wij van ruim 2000 patiënten genoeg vragenlijsten kunnen verzamelen om naar de bijwerkingen te kijken. En we hebben ook van 178 deelnemers die als gezonde controle deelnemen vragenlijsten ontvangen. Van de patiëntengroep was het grootste deel bestond uit patiënten met reuma, namelijk 13%. Een groot deel. Het grootste deel bestond namelijk uit mensen met een darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. En ook veel deelnemers hebben multiple sclerose. De andere percentages bestonden uit, uit allemaal andere auto-immuunziektes. Wat kwam er nou uit deze studie? We hebben gekeken naar een aantal aspecten van bijwerkingen. We hebben namelijk gekeken hoeveel klachten hadden mensen nou op plek van de prik, dus op de prikplek. Of hoeveel klachten hadden mensen nou in de rest van hun lichaam, zoals koorts of vermoeidheid of misselijkheid. Hoeveel klachten hadden mensen, of hoeveel mensen hadden nog klachten 7 dagen na de vaccinatie? Dus dat duurt dan wat langer. En hoeveel mensen hadden ernstige bijwerkingen of moesten opgenomen worden in het ziekenhuis? Nou, als we nou naar klachten krijgen op de plaats van de prik, gaf 21% van de patiënten aan daar klachten van te hebben, versus 27% van de gezonde controles. Over de meer lichamelijke klachten gaf 62% aan klachten of last van te hebben, dus dat is meer dan de helft, versus 59% van de gezonde mensen. En op dag 7, dus 7 dagen na de vaccinatie, gaf nog eigenlijk maar 7,4% van de mensen aan ergens last van te hebben, versus 4% van de gezonde controles. Dat was eigenlijk mooi om te zien, omdat de meeste mensen dus na 7 dagen weer klachtenvrij waren. Wat betreft de ernstige bijwerkingen hebben wij gekeken hoeveel mensen er nou naar het ziekenhuis moesten, omdat ze een bijwerking hadden. Van die ruim 2000 deelnemers waren er 4 die in de 7 dagen na vaccinatie een ziekenhuisbezoek hebben gehad, waarvan er 2 mogelijk gerelateerd waren aan de vaccinatie en 2 waarschijnlijk toeval was en niks met de vaccinatie te maken had. Ook dit getal is dus gelukkig heel erg laag. Nou, welke bijwerkingen hadden de deelnemers nou het meeste last van? Stipt op nummer 1 stond vermoeidheid. 70% van de deelnemers gaf aan last van vermoeidheid te hebben na de vaccinatie. Ik had al aangegeven dat we in de vragenlijst ook op ernst hebben gescoord. Nou is het zo dat ze 70% van alle deelnemers gaf aan last van vermoeidheid te hebben. Maar een heel klein percentage, namelijk minder dan 5% daarvan, gaf aan ernstige vermoeidheid te ervaren. Daarna kwam spierpijn. Ook hier hadden veel mensen klachten van. Hoofdpijn, gewrichtsklachten, misselijkheid en koorts werd gelukkig ook weinig genoemd, omdat dat vaak ook als invaliderend wordt ervaren. Ook van al deze andere klachten geldt dat het percentage mensen wat echt aangaf dat het heel erg hinderde in het dagelijks leven, was heel erg klein, maar enkele procenten. We hebben ook gekeken, hè, want omdat we een mix hebben van allemaal patiënten met verschillende ziektes, zijn er ziektes waar patiënten andere klachten dan ervaren dan bij andere ziektes. En we zagen eigenlijk dat dit heel erg mooi goed verdeeld was. Dus alle patiënten gaven aan dezelfde type klachten te hebben. Behalve bij patiënten met reuma, die gaven iets vaker aan gewrichtsklachten te hebben. Nou waren wij ook benieuwd, zijn er factoren die de kans vergroten op dat u bijwerkingen krijgt na uw vaccinatie? En voor ons was eigenlijk de belangrijkste vraag, als we u nou vaker vaccineren, is de kans dat u bijwerkingen krijgt na elke vaccinatie dan steeds groter? Dat zouden we namelijk, het liefst zien we dat namelijk niet.
Wat we zagen is dat we, als je naar de eerste en tweede vaccinatie met elkaar vergelijkt, dat na een tweede vaccinatie mensen iets meer aangaven klachten te hebben, dus iets vaker. Maar als we dan naar een derde vaccinatie kijken, zien we dat die kans niet meer vergroot is. Dus wij verwachten dat hoe vaker we vaccineren, dat het niet betekent dat u vaker klachten krijgt. We hebben ook nog naar een aantal andere factoren gekeken, namelijk maakt het type vaccin nou uit op hoeveel bijwerkingen u krijgt. Wat wij zagen is dat mensen die het Moderna vaccin hebben gehad, iets vaker bijwerkingen hadden dan mensen die het Pfizer vaccin hebben gehad. Ook zien we, daarom hebben we namelijk ook een controlegroep meegenomen. Hebben mensen met een auto-immuunziekte, is hun kans nou iets groter op bijwerkingen dan gezonde mensen? Ook dat zien we wel, ook al is dat verschil is maar heel erg klein. Mensen die bijvoorbeeld eerder een COVID-infectie hebben doorgemaakt voordat ze gevaccineerd werden, die hebben ook een iets verhoogde kans op bijwerkingen na vaccinatie. Vrouwen hebben over het algemeen iets vergrote kans op bijwerkingen en mannen dus een iets verlaagde kans. En jonge mensen, namelijk mensen onder de 50 jaar, hebben ook een wat vergrote kans op bijwerkingen. En mensen wat meer op leeftijd, namelijk boven de 50 jaar, geven over het algemeen aan wat minder bijwerkingen te hebben. Waar dit precies door komt, weten we niet zo goed. Nou, als ik het samenvat, eigenlijk de belangrijkste boodschap is dat een extra vaccinatie, of dat in ons geval een derde vaccinatie, maar wij verwachten ook bij opeenvolgende booster vaccinaties, dat de kans op meer bijwerkingen dan daarvoor, dat die niet vergroot is. Wel is het zo dat patiënten dus met een auto-immuunziekte een iets vergrote kans hebben op bijwerkingen vergeleken met gezonde controles. Maar die kans is maar minimaal. En het belangrijkste is dat de meeste mensen geen ernstige bijwerkingen ervaren. Dat die bijwerkingen kort duren en dat echt ziekenhuisopnames of ernstige bijvoorbeeld allergische reacties zijn heel erg zeldzaam. Dank u wel voor het luisteren en ik geef nu het woord door aan Jesse Rozen die iets zal vertellen over de ziekteactiviteit na vaccinatie en infectie. Ja, dank u wel. Dank u wel Laura voor dit gesprek. Mijn naam is Jesse Rozen. Ik ben masterstudent geneeskunde en heb mijn eindscriptie bij de Tractobie groep gedaan. En dat ging over de ziekteactiviteit na vaccinatie tegen het coronavirus. En wat we precies wilden weten is, u heeft net van Laura Kummer gehoord over de korte termijn bijwerkingen. Dus wat voelt u kort na het krijgen van een vaccinatie? Maar wat natuurlijk ook belangrijk was in de groep van onze deelnemers is, heeft het nou effect op de auto-immuunziekte? En hoe vaak komt het nou voor dat zo'n vaccinatie ervoor zorgt dat er meer ziekteactiviteit is van de auto-immuunaandoening? Hoe hebben we daarnaar gekeken? Hierin kwamen ook de vragenlijsten terug. Dus iedere twee maanden kregen deelnemers een vragenlijst van ons toegestuurd. Met daarin vragen zoals, hoe gaat het met uw auto-immuunaandoening? Is het veranderd ten opzichte van de vorige keer? En in welke mate is het veranderd? Is het slechter, veel slechter of is het juist beter? Daarnaast hebben we gekeken naar het patiëntendossier. Wat we daarin keken is als mensen aangaven dat het bijvoorbeeld slechter ging, dat ze meer last hadden van een auto-immuunaandoening, of ze ook contact hadden gehad met een behandelend specialist en of die behandelend specialist eventueel ook een medicatieaanpassing had gedaan. We keken als volgt. We hadden eigenlijk drie maten voor hoe belangrijk wij de ziekteactiviteit vonden. De allereerste was als een deelnemer zelf ziekteactiviteit aangaf in de vragenlijst. Daarna raadplegen wij dus het elektronisch patiëntendossier en keken we of de behandelend arts ook een toename in ziekteactiviteit rapporteert. En vervolgens, als die dat ook had gedaan, of er ook een aanpassing nodig was van de afweeronderdrukkende medicijnen. Dus of er meer of dus een hogere dosis medicatie of een ander soort sterker medicijn bij gestart moest worden. We hebben hiervoor gekeken naar 2146 deelnemers. En hoe kwamen we nou bij die deelnemers? Van de ruim 3000 deelnemers in het Target to Be zijn er natuurlijk een gedeelte die zijn gezonde vrijwilligers of niet gevaccineerd. En degene die wij wilden hebben, die hebben dus een auto-immuunaandoening, zijn gevaccineerd tegen SARS-CoV-2 en hebben de vragenlijst ingevuld. En die vragenlijst moest ook binnen 10 weken na de vaccinatie zijn ingevuld, zodat we de juiste data hadden
om deelnemers te vergelijken. En dan ziet u hier de eerste resultaten. In het grafiekje ziet u van de 2146 deelnemers, ziet u dat 232 mensen zelf aangaven, ik heb last van een toename van de activiteit van mijn auto-immuunaandoening. Als we dan verder gingen kijken, dan zagen we dat bij 61 mensen het ook werd gezien door de behandelend specialist. En dat is maar in een hele kleine groep, maar bij 11 van de ruim 2100 mensen ook daadwerkelijk een aanpassing nodig was in de medicatie. Wat we daarnaast hebben bekeken is, zijn er nou factoren die invloed hebben op het krijgen van die toename van ziekteactiviteit? Dus kunnen we voorspellen welke patiënten ziekteactiviteit gaan krijgen na vaccinatie? Daarvoor hebben we de volgende voorspellende of de volgende factoren meegenomen, zoals leeftijd en BMI. Maar rechts ziet u ook bijvoorbeeld hoe hoog waren de antistoffen na vaccinatie, of waren er überhaupt antistoffen na vaccinatie. Dus al deze factoren hebben we meegenomen bij dit onderzoek. En wat daar dan in naar voren kwam, is de risicofactoren voor het zelf aangeven van toename van ziekteactiviteit. Dat was vooral als mensen recent of als patiënten recent al een actieve ziekte hadden. Dus in de aanloop naar de vaccinatie, in de 3 maanden daarvoor, als de ziekte dan actief was, dus veel klachten, spierpijn, et cetera. Als mensen die klachten dus hadden, dan hadden ze dus ook vaker klachten na vaccinatie. En opvallend was dat ook vrouwelijk geslacht, net als dat Laura dat hiervoor ook vertelde, dat die ook iets vaker aangeven toename van ziekteactiviteit, waarvan we niet zo goed kunnen zeggen waarom dat is. Wat daarnaast als tweede grote groep wel opvalt, is dat mensen die, waarvan de arts ook heeft gezegd, van nou, er is hier duidelijk sprake van een meer actieve ziekte, die waren vaker gevaccineerd met Janssen of AstraZeneca. Dat zijn de vectorvaccins. En daar hadden dus mensen vaker toename van ziekteactiviteit na de vaccinatie. En dan dus de conclusie. Wat hebben we gezien in de ziekteactiviteit? De toename van ziekteactiviteit wordt toch regelmatig aangegeven. Zo'n bijna 11%, zoals u kunt zien, van de deelnemers geeft aan dat ze toch meer last hebben van de auto-immuunaandoening na vaccinatie. Maar dat er eigenlijk maar een kleine groep is waarbij die toename in de activiteit dusdanig ernstig is dat je ook een aanpassing moet doen in de medicatie. En als je dan kijkt van zijn er nou voorspellende factoren? Ja, er is een iets grotere kans na vaccinatie met Janssen of AstraZeneca. En bij het vrouwelijk geslacht of recente actieve ziekte zie je dus ook iets vaker. Dat was mijn praatje over de toename van ziekteactiviteit. En dan wil ik nu graag Eileen Stalm aan het woord geven. Zij gaat u iets vertellen over de doorbraakinfecties. Dus als u COVID krijgt nadat u al gevaccineerd bent geweest. Dank u wel. Dank u wel, Jesse. Dan, nou ja, zoals Jesse al kort benoemde, ga ik jullie wat vertellen over een SARS-CoV-2-infectie nadat je gevaccineerd bent. Ik ben Eileen Stalman, een van de artsonderzoekers die afgelopen jaar bezig is geweest met deze studie. En waar we het natuurlijk eerst begonnen met hoe werken de vaccins. Heb je, als je een auto-immuunziekte hebt of bepaalde medicijnen gebruikt, werkt het vaccin dan wel? En hoe hoog zijn je antistoffen nou? Is over de tijd hebben we meer vragen gekregen. En dat is mede dankzij jullie dat we dachten van oké, welke vragen moeten we nog meer beantwoorden? Dit is een hele belangrijke. Dit kwam veel naar voren. Namelijk, kan ik nog besmet raken met het SARS-CoV-2-virus nadat ik gevaccineerd ben? Ben ik beschermd tegen een ernstige SARS-CoV-2-infectie na vaccinatie? Wat zijn nou de risicofactoren om zo'n ernstige SARS-CoV-2-infectie te krijgen? En hoe hoog moet mijn antistoftiter zijn, zodat ik beschermd ben tegen het SARS-CoV-2-virus? Ik denk dat die laatste vraag de meest gestelde vraag is. En ik ga jullie nu door deze vragen heen leiden. Hoe hebben we dit nou onderzocht? Alle deelnemers die gevaccineerd zijn van de TARC-2B-studie, die hebben we meegenomen.
Daarbij hebben we samengewerkt met Reade Rheumatologie Centrum van Amsterdam. Die heeft ook een enorme groep mensen met een auto-immuunziekte en gezonde controles. En met deze samenwerking hebben we zoveel mogelijk deelnemers bij elkaar, nou ja, om zoveel mogelijk te kunnen zeggen over dit onderwerp. Wanneer is dit onderzoek nou geweest? Het is tijdens de twee golven van de SARS-CoV-2 Delta variant. Dus dat is vorig jaar geweest. We hebben vragenlijsten gestuurd. Heel simpel. Heeft u een infectie gehad nadat u gevaccineerd was? De zogenaamde doorbraakinfectie. En daarnaast hebben we gevraagd hoe ernstig was die infectie nou? Weer twee groepen. Eigenlijk wat Koos ook al heeft beschreven in onze eerste analyses. We kijken weer naar aan de ene kant de patiënten met afweeronderdrukkende medicijnen. Voor deze substudie hebben we dan meer dan 3200 mensen met afweeronderdrukkende medicatie. Aan de andere kant hebben we dan de controles, die weer bestaan uit patiënten zonder medicatie en de gezonde controles. Daar hebben we ruim 1800 mensen die hier aan mee konden doen. Wat je moet realiseren is dat, hoewel dit mooie getallen zijn, er wonen natuurlijk veel meer mensen nog in Nederland dan alleen die 1800 en de 3200. Dus het blijft altijd een inschatting van de groep die we maken. Dus die wil je zo groot mogelijk maken om er iets over kunnen zeggen landelijk. Maar je kan het nooit helemaal over iedereen natuurlijk zeggen. De eerste vraag: kan ik nog besmet raken nadat ik gevaccineerd ben? Simpel antwoord: ja, dat kan. En wat we zien is dat het heel erg afhankelijk ook is geweest van alle leefregels. Wat heel opvallend was, is dat we bijvoorbeeld heel veel jonge mensen, juist in onze groep, vaker een infectie krijgen. Niet een ernstige infectie, maar die krijgen wel veel vaker een infectie. En we zien dat dat gewoon deels afhankelijk is, omdat mensen die wat ouder zijn, met medicijnen, dat die denken, nou, ik blijf toch maar thuis. En daar zitten ze al 2 jaar later nog steeds aan diezelfde leefregels ongeveer vast. Dus de besmettingen binnen deze groepen die ik net heb genoemd. Dat is met patiënten met afweeronderdrukkende medicatie. Is dat 4,5%, 4,6%. Dus dat is maar een hele kleine groep van al die patiënten krijgt een infectie nadat hij gevaccineerd was. En opvallender nog is dat het eigenlijk hetzelfde getal is bij de controles. Dus 4,7%. Dus het is vergelijkbaar tussen die twee groepen of je besmet raakt met het SARS-CoV-2-virus. Dan vonden we dit nog wel heel interessant. We hebben voor het artikel hebben we de besmettingen binnen onze groep naast de besmettingen in Nederland gezet. Dus wat je ziet op de horizontale lijn, dan eerst de stippellijn. Dat zijn de besmettingen die er in Nederland waren. Dus dan zie je in week 28, 29 de eerste piek. Dat was in juli. En dan zie je zo tegen het einde van het jaar, week 48, 49, zie je nog een piek. Dus dat was de tweede Delta-golf. En eigenlijk zie je dat onze deelnemers, dus de doorgetrokken streep, ook de meeste infecties tijdens die pieken voorkwamen. Dat vonden we nog wel opvallend. Volgende vraag is, ben ik beschermd tegen een ernstige infectie? Ik denk een hele belangrijke vraag, waarop het antwoord is, de meeste mensen wel. We hebben een heel klein percentage ziekenhuisopnames. Belangrijk om te realiseren, dus patiënten met afweeronderdrukkende medicatie, zien we dat 5,5%, dus dat is 8 van de 148, die zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dan de controles, weer opvallend, hetzelfde getal, ietsje meer, maar het is bijna vergelijkbaar met elkaar. Wat natuurlijk wel belangrijk is om te realiseren dat dit maar hele kleine aantallen zijn. Dus van die 148 zijn er maar 8 in het ziekenhuis opgenomen. En van die 180 zijn er maar 5 in het ziekenhuis opgenomen. Dus qua ernstige infecties, binnen die enorme groep mensen, zitten we maar op 13. En we weten vanuit onderzoek dat het belangrijk is om grote getallen te hebben, zodat je wat kan zeggen over het algemeen. En hier bij 13 mensen blijft dat toch lastig. Nou ja, we hebben dan wel
in die groep gekeken van 13 mensen naar, zijn er nou risicofactoren voor zo'n ernstige infectie? Opvallend is de oudere leeftijd. Dus de mensen die 13 mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis zijn vaak ouder. En of hebben andere onderliggende ziektes. Dus dan hebben we het over suikerziekte dan, hart- en vaatziekte. En die afweeronderdrukkende medicatie per se, tussen de controles en de afweeronderdrukkende medicatiegroep, zie je dus eigenlijk maar weinig verschil. Dus het is veel andere factoren die een rol spelen ook wel. En vaak is het een opstapeling van meerdere factoren. Deze vraag, ook een veel voorkomende vraag. Hoe hoog moet nou mijn antistoftitel zijn, zodat ik niet meer besmet raak? Koos en Maurice hebben jullie al meegenomen in hoe dat nou werkt. Hoe worden die antistoffen aangemaakt? Heel simpel, hier ga ik geen antwoord op kunnen geven. Wij allemaal nog niet. En wat we namelijk zien, is dat mensen met een infectie, dus die groep die ik net genoemd heb, die heeft een enorm grote spreiding in de antistoftitel nadat ze gevaccineerd zijn. Dus we hebben een maand na de tweede vaccinatie die titer gemeten. En het is een enorme variatie. Sommige mensen met een infectie hebben geen antistoffen na vaccinatie. Sommige zitten hartstikke hoog. Waardoor het dus voor ons ook heel lastig blijft van waar zit nou die afkapwaarde? Oké, we zien, stel we hadden gezien, oké, iedereen boven de 100 krijgt geen infectie meer. Dan kan je een mooie afkapwaarde maken. Helaas is dat gewoon niet zo. Die spreiding is gigantisch. Kleine side note is wel dat we een kleine groep mensen hebben met helemaal geen antistoffen. Dus dat zijn die mensen met medicijnen die de antistoffen echt helemaal remmen. Dan zien we dat de kans op infectie iets verhoogd is. Maar nogmaals, de meeste mensen met die medicijnen, dus de rituximab en de ocrelizumab, krijgen gewoon geen infectie. Dus het verhoogt de kans minimaal, maar zeker niet enorm. Dan wilde ik jullie nog kort vertellen waar we nog mee bezig zijn. Alles wat ik net heb verteld gaat natuurlijk over de Delta variant. Dus dat is de variant die vorig jaar vooral belangrijk was. En sinds het nieuwe jaar hebben we natuurlijk weer een nieuwe variant, een Omicron. En wat we afgelopen maanden mee bezig zijn geweest is huisbezoeken voor bloedafnames. En dan kijken we dus bij mensen die een infectie krijgen nadat ze gevaccineerd zijn, gaan we kijken wat gebeurt er in het bloed. We nemen een PCR-test af. Hoe reageert de gezonde controle ten opzichte van de patiënten met een medicijnen? En het overgrote gedeelte, nu bijna 500 mensen, hebben bij ons een infectie gemeld en die hebben wij vingerprikset gestuurd. En dat is tijdens de infectie, maar ook 3 maanden na de infectie. Dus dit zijn nog dingen waar we nog mee bezig zijn, omdat we nog midden in die piek zitten. Maar dat zijn resultaten die over een tijdje wel gaan volgen, die ook heel interessant zijn. Verder sturen we vragenlijsten uit van hoe ernstig is die infectie nou? Zien we nog steeds ziekenhuisopnames of neemt dat ook weer meer af? Dus dat zijn hele interessante dingen die we hopelijk snel antwoord op kunnen gaan geven. En dat is wat ik wilde vertellen. Dan wil ik het woord weer teruggeven aan Filip Eftimov, die het webinar zal afsluiten. Bedankt Aileen en we komen inderdaad tot de afsluiting. Bedankt allemaal voor aandacht. Ik was echt heel druk bezig om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ik geloof dat ik tientallen vragen al beantwoord heb. Sommige persoonlijk en sommige inderdaad in de algemene chat. Wat eigenlijk Aileen ook aangaf. Ja, dit is ook niet het einde. Misschien wel van een webinar, maar wel zeker niet van alle vragen die wij hebben. Want er zijn er nog veel. Veel vragen waren ook in de chat kwamen over van ja, maar hoe lang is het respons? Wanneer moet je weer een booster krijgen? Nou, allemaal hele goede vragen waar ik eerlijk gezegd ook geen antwoord op heb. En dat is ook zeker iets wat we nu zullen kijken in de komende maanden, zo niet ook jaren daarna. Want we leren enorm veel, ook niet alleen maar over COVID, maar überhaupt over wat infectie doet bij auto-immune aandoeningen en wat de vaccinatieresponsen zijn. Daarnaast is het ook zo
dat we inderdaad nog heel veel werk te verzetten is over dat cellulaire respons, hè, die T-cellen en de B-cellen. En dat is gewoon een zeer bewerkelijke methode, dus daar hebben we wat meer tijd voor nodig. En inderdaad ook nog zullen we kijken naar hoe de infecties zich verhouden nu met de Omicron en misschien ook toekomstige varianten. Het rest mij om toch heel veel mensen te bedanken, want dit hebben we niet alleen maar gedaan. U heeft maar een aantal mensen gezien die betrokken zijn bij deze studie. Ik wil een paar in het bijzonder eventjes hier bedanken. U ziet hier Taco Kuipers, kinderimmunoloog in het AMC, en Marieke van Ham in San Quin, die allemaal dus het mogelijk hebben gemaakt om deze studie inderdaad in ieder geval op te zetten, samen met Theo Rispens en Luc Wieske, naast ook inderdaad alle andere promovendi die hierbij betrokken waren. En last but not least wil ik ook het hele consortium bedanken. Zonnewee voor de funding, voor de financiering en RIVM voor de steun. Maar last but not least ook alle deelnemers die meegedaan hebben aan dit onderzoek en ons hebben gesteund hier in het laatste anderhalf jaar. Dus daarmee komen we tot het einde.